Amsterdam heeft de ambitie om gasloos te worden. Dat betekent dus dat we de woningen in Amsterdam, dat zijn er zo'n 500.000, die willen we verwarmen zonder dat daar fossiele brandstof in gaat, aardgas dus. Dat is niet van vandaag op morgen, maar dat willen we wel ongeveer in 2040 voor elkaar hebben. En stadswarmte, dat zijn we op diverse plekken in Amsterdam op dit moment grootschalig aan het uitrollen. Als ik even terugga in mijn gedachten, dan begon het ongeveer een jaar of vijf geleden. Met een team van mensen, onder andere Jamal, die nu de projectmanager is van het project, die was daar destijds ook bij betrokken. Toen begonnen we de gedachten te ontwikkelen van hoe kunnen we nu die verbinding tussen die Oost- en die Westtak in die West maken. Nuon en het afvalenergiebedrijf zijn bezig om het stadswarmtenet in Amsterdam-Nieuw-West uit te breiden. De omgeving ondervindt uiteraard hinder van de werkzaamheden. Het is een groot project, heeft een bepaalde impact op de omgeving. In dit project zijn er in mijn inziens twee succesfactoren. De eerste is zonder meer veiligheid. Wij willen gewoon dat de mensen die aan het werk zijn, 's avonds thuis aan tafel kunnen schuiven en gewoon met het gezin kunnen eten. Maar ook zeer zeker de veiligheid van de omgeving. Het tweede belangrijkste is omgeving in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen de communicatie en afstemming met de omgeving is eigenlijk een cruciale succesfactor binnen dit project. En dit alles, dit vergt gewoon heel veel afstemming, heel veel communicatie. Achter mij is de laatste las die gaat vandaag plaatsvinden. En dat is natuurlijk een heel mooi moment. En zo verduurzamen we de woningen hier in de buurt en de panden die worden aangesloten, verduurzamen we. En zo wordt Amsterdam weer een stukje duurzamer. Een stukje schoner wordt het leefklimaat. Super trots om vandaag hier getuige te mogen zijn van de laatste werkzaamheden van de koppelleiding. Afgelopen periode hebben we laten zien dat we een erg flexibele organisatie hebben. We hebben ons weten mee te wegen met allerlei ontwikkelingen in dit gebied. Ik ben super trots op het projectteam, ik ben super trots op onze aannemer. Ik vind het een puikenprestatie.